De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS, en de Organisatie van Samenwerkende Inheemse Dorpen, Para en Wanica, OSIP, hebben de op 12 december gehouden bestuursverkiezingen in Powakka ongeldig verklaard. Volgens de organisaties zijn de verkiezingen, ondanks een dringend beroep vanuit de OSIP om deze aan te houden, doorgedrukt. Theo Jubitana, voorzitter van de FITS, vertelt wat de reden hiertoe is geweest. Was het alles omdat de laatste maanden, zeker, er verschillende onrust werd geconstateerd in dorpen. En van die 14 dorpen in Para waren er 9, de besturen, de traditionele gezag, 9 van die dorpen waren onder druk eigenlijk. Er waren actiegroepen die heel eigenlijk die chaos schepten en heel zonder respect de dorpsbesturen bejegende. Dus de OSIP heeft dat geconstateerd en heeft in vergadering de kapiteins, het dorpsbestuur, bijeengeroepen en een besluit genomen dat met het oog op de situaties in de dorpsgemeenschappen in Para, dat het handig lijkt om voorlopig alle bestuursbeslissingen aan te houden, omdat ze dan met de gemeenschappen, de ouderen in de gemeenschappen, de dorpsbesturen zouden praten wat de oorzaak is dat zoveel dorpen nu onrust hebben in hun dorpsbesturen. Door het ongeldig verklaren van de verkiezingen wordt Sergio Sabayo, die als winnaar uit de bus kwam, niet erkend als kapitein. Jubitane zegt dat het huidige dorpsbestuur normaal aanblijft. De organisaties zijn op zich geen voorstander van bestuursverkiezingen. Er is een dorpsbestuur. En totdat het dorpsbestuur, laat maar zeggen, een ontheffingsbeschikking heeft gekregen, de kapitein, en de nieuwe een aanstellingsbeschikking, dan heb je de overgang. Tot dan is het huidige dorpsbestuur nog actief. De ervaring leert dat bestuurswisselingen middels verkiezingen, westers model, dat een heleboel partijdigheid schept en vijandigheid. Toch? En als eenmaal de verkiezingen achter de rug zijn, dat die vijandigheid niet weggaat. Het blijft bestaan en dat creëert weer een heel andere sfeer in de gemeenschap van zo'n dorp. Daarom stimuleren wij om, zoals dat traditioneel gebeurde toen, dat middels aanwijzing bestuurswisselingen moeten plaatsvinden. Theo Jubitana, voorzitter van de FITS, over de ongeldig verklaarde bestuursverkiezingen van Powakka. De als kapitein gekozen Sergio Sabayo wordt hierdoor niet erkend. Sabayo was, toen onze nieuwsdienst hem belde, in een vergadering en kon daarom geen reactie afstaan.